Goedendag traders, dit is de aankondiging van de driedaagse tradingcursus die weer gaat plaatsvinden. En wel op 6, 7 en 8 november aanstaande. Als jullie naar mijn site gaan www.cyclustrader.nl, dan kom je op de homepage terecht waar je ook de updates kunt bekijken. En dan kun je naar het onderdeel tradingcursus gaan. Nou, dan kom je op de pagina van de trainingcursus en onderaan die pagina staan de data. Op 6, 7 en 8 november vindt deze cursus dus plaats. Dat is een vrijdag, zaterdag en zondag. En dat is telkens van 8 tot, nee sorry, van 9 tot 17 uur. Nou, en normaal gesproken doen wij deze cursus in klassikaal verband. Dat betekent dus met een groep fysieke bijeenkomst, maar vanwege COVID heb ik besloten om dat ook deze keer nogmaals online te doen. Dat heb ik in april en in juli ook al gedaan en ik moet zeggen dat uiteindelijk heel goed bevalt en ik zal jullie ook vertellen waarom. Ik neem de sessie namelijk ook op en na afloop van het event van de driedaagse cursus ontvang je van mij een link naar de opname van ruim 19 uur aan cursusmateriaal. En dat heeft een behoorlijk grote meerwaarde, want mijn ervaring is als je klassikaal de bijeenkomst houdt, dat mensen de week daarna al heel veel dingen alweer zijn vergeten. Dat is hetzelfde ook als je een boek leest, dan heb je ook uiteindelijk maar iets van 20% tekstbegrip. En je onthoudt ongeveer 20% van wat er in het boek zit en 80% vergeet je daarna weer. Het is dus heel handig als je daarna de cursus nog een keer kunt nalezen of nabekijken eigenlijk. En ik heb het ook zo gedaan dat ik een index heb gemaakt per onderwerp en daar gekoppeld de tijd. Dus je kunt ook per onderdeel heel makkelijk terugkijken. Die link die is onbeperkt geldig, dus je kunt die cursus zo vaak als je wilt terugkijken. Daarnaast ontvang je uiteraard het overige cursusmateriaal. Dat bestaat uit het cursusboek. Dat boek krijg je echt in fysieke vorm toegestuurd. Dat is een cursusboek van meer dan 200 pagina's. Je krijgt het boek ook als PDF-bestand. Die ontvangt de presentatie, de cursuspresentatie. En we hebben daarnaast nog een aantal andere bestanden, zoals spreadsheets, die ik ook in de cursus ga behandelen. Goed. Online dus, van 9 tot 17 uur, dat betekent dat ik hier de cursus geef middels de software. Ik stuur dan een link en dan klik je op die link en dan kun je eigenlijk mijn scherm zien. Je kunt mij horen. Je kunt zelf ook vragen stellen uiteraard. Dus er is uiteraard de mogelijkheid om het interactief op te zetten. En zoals ik al zei, het wordt dus ook opgenomen. Nou, wat gaan we dan in die 3 dagen doen? Dat staat ook op die cursuspagina en wel onder een stukje inhoudsopgave van de cursus. Nou, uiteraard een stukje inleiding. We hebben het over tradingpsychologie, heel belangrijk, over welke markten handelen en dergelijke. Maar de kern van het verhaal is eigenlijk tweeledig. Het belangrijkste is onderdeel price action. Daar gaan we heel veel tijd aan besteden. Price action is feitelijk de hoe kan ik een naakte chart, dus zonder indicatoren, hoe kan ik daarop handelen? Dus alleen met candlestick grafieken. Dus het is veel meer dan alleen candlestick patronen. Het is echt gewoon inzage in ja, wie heeft nu de overhand, de kopers of de verkopers. Dus ook de hele flow, de order flow leren herkennen aan de hand van de koersgrafiek. Dat is ook iets, daar zijn maar heel weinig boeken over geschreven, laat staan goede boeken. En dat is iets waar mijn methode, dat is eigenlijk de kern van deze methode. Dus daar gaan we op in. En dat gaan we ook doen met een verdieping. Dus we gaan niet alleen maar de basis behandelen, maar we gaan ook verder dan dat. En dat vloeit dan eigenlijk voort in handel op steun en weerstand. Want ook dat doen we met puur een naakte koersgrafiek. Nou, daarop voortbordurend gaan we dan over tot het tweede
kernonderdeel en dat is die cyclustheorie. Dus de cyclus, laag kopen, hoog verkopen. En die brengen we in kaart met indicatoren. Nou, ik leg die indicatoren uit, ik leg de cyclustheorie uit, hoe dat werkt, hoe je dat kunt onderscheiden. Wat de kenmerken zijn van een bodem, wat de kenmerken zijn van de upfase, de downfase, de topfase en dergelijke. Ik gebruik deze twee in combinatie. Dus ik gebruik de cyclustheorie in combinatie met price action. Maar ik ken ook genoeg traders die na afloop van de cursus zeiden, ik vind die price action, dat price action element zo sterk. Ik verdiep mij of ik focus me eigenlijk puur op price action en handel puur op basis daarvan. Ook dat kan. Dus je kunt in deze cursus kun je zeg maar mijn methode volledig kopiëren, maar je kunt ook een selectie maken dat je zegt ik handel alleen maar price action en ik probeer daar steeds beter in te worden. Let wel, deze cursus is pittig in die zin, A, het is 3 dagen, B, het is feitelijk kennisoverdracht van meer dan 25 jaar trading ervaring. Die kennis kan ik overdragen in 3 dagen, maar dat betekent natuurlijk nog niet dat je in 3 dagen die kennis je eigen hebt gemaakt. Dat is dan het punt van ervaring. Dus je moet die kennis eerst tot je nemen, je moet met die charts oefenen, je moet met onderdelen ervan oefenen. Ik geef ook een volgorde aan hoe je dat het beste kunt doen. En dan maak je feitelijk een keuze. Gebruik ik alleen price action of gebruik ik bijvoorbeeld de combinatie tussen price action en de cyclustheorie. Ook daar hebben wij, er bestaat de mogelijkheid tot een soort follow-up. We hebben dus na de cursus, heb ik in de loop van de tijd samen met mijn collega trader Jan Humme een mentorship programma ontwikkeld. Dat duurt 3 maanden, zodat je eigenlijk stapsgewijs die cursus omzet in structuurmatig reproduceerbaar traden. Is geen must, maar is misschien wel voor jou als een meerwaarde, omdat sommige traders misschien een beetje moeite hebben om inmiddels zelfstudie zich dat geheel eigen te maken. Dus er is een mogelijkheid tot een soort mentorship. Uiteraard altijd mits voldoende belangstelling. We hebben nu al in totaal 5 groepen daarin begeleid. En ik moet zeggen, de meesten ervaren dat als een duidelijke meerwaarde ten opzichte van zelfstudie. Maar goed, betekent natuurlijk wel dat je hiermee eerst begint. En ik gaf al aan, het is een pittige cursus, omdat het A 3 dagen is en B het is aardig wat kennisoverdracht. Met andere woorden, dit is niet bedoeld voor traders die denken dat zij heel snel even geld kunnen verdienen. En ik weet dat er op internet ook advertenties zijn, aanbieders die beweren dat je na een weekend cursus, dat je dan meteen een ervaren trader bent die succesvol is. Probeer daar niet in te trappen. Als je echt serieus wilt leren traden, dan zul je ook echt je best moeten doen. Je zult daar tijd en energie in moeten steken. En hoe meer tijd, des te groter de kans op succes. Dus dat is even een heel duidelijk punt van aandacht. Deze cursus is echt bedoeld voor serieuze traders of mensen die graag willen leren traden. Betekent dat je dus na afloop van die trading ook de nodige tijd en aandacht daaraan moet gaan besteden. Goed. Dat is even in een nutshell zeg maar. De inhoud, jullie kunnen op de website uiteraard in alle rust kun je alles nog een keer nalezen. Je kunt mij ook vragen stellen. Dus als je hier onderaan aangeeft het interesse, dat je interesse hebt in de cursus, dan zal ik jou een antwoord sturen, uiteraard bevestiging sturen. En als je dan zegt, nou ik heb daar nog vragen, dan ga je daar gewoon op antwoorden. Wat ik ook regelmatig doe is even bellen met mensen die interesse hebben. Want dat praat gewoon wat makkelijker. Kun je ook wat intensiever de cursus bespreken. Dus ook dat is een mogelijkheid. Dus zet dan ook misschien even je telefoonnummer erbij. 6, 7 en 8 november dus. En mocht je dus interesse hebben, je kunt je dus vanaf nu aanmelden.
En vul anders even dit formulier in. Dankjewel. Dag traders, het is zondag 18 oktober, het is nu 10 uur in de ochtend. En dit is het marktcommentaar voor de komende beursweek. Wij beginnen zometeen uiteraard met de Dow. Links zien jullie al de dag en rechts zien jullie de weekgrafiek. En voordat ik begin, misschien toch wel leuk, of ja, leuk, interessant, ook even op te helderen als achtergrond. Ik had afgelopen vrijdag een lang telefoongesprek met een andere trader en het ging onder andere ook over verschil scenario en geld verdienen met trading. En ik heb dat gepoogd in de vorige vlog ook iets meer uit te leggen. Dat werd door sommigen zelfs bestempeld als onzekerheid. Nou, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar toch even goed om dat nog eens een keer goed onder de aandacht te brengen. Hoe je als trader nou met ja, zeg maar een dynamische beurs omgaat. Kijk, je maakt een analyse. En ik doe dat dus aan de hand van eigenlijk twee pijlers. De eerste is de cyclus. En de tweede is de price action. Nou, die cyclusanalyse bespreken we regelmatig. En die wijst nu, als we kijken naar de 40-weeks cyclus, ook wel 80-daag cyclus genoemd. Of niet 80-daags, gewoon 40-week cyclus, houd me daarbij. Die wijst er op dit moment op dat wij in de zone van topvorming zitten. Want die cyclus duurt zeg maar ongeveer 40 weken. En dat zijn twee afgeronde weekcycli van elk 20 weken. Of één cycle van 20 bars en elke bar is dan 2 weken. Ik heb jullie dat in de afgelopen 2 weken laten zien. Ik laat het zo meteen nog een keer zien. En wij zitten daar nu in zeg maar week 15. Dus je zit uitgaande van de gemiddelde lengte van rond de 20 weken. Zit je op ongeveer 3/4. Nou, en wij zien nu inderdaad ook een soort van topvorming. Ik had jullie ook vorige week uitgelegd op welke manieren topvorming tot stand kan komen. Dus een directe top of een lagere top of een iets hogere top of een soort training range. Nou, je weet nooit welke variant de beurs aanneemt, maar deze 4 varianten die zijn. Ik had dat toen zeg maar uitgetekend. Dat kun je nog even terugkijken, anders in de vlog van vorige week. En aan de hand van die analyse, van die zeg maar die 40-week cyclus, kom ik nu tot de conclusie dat ergens medio november, misschien eind november, misschien zelfs medio december, kijk, dat weet je niet, want die cyclus heeft een gemiddelde, die kan uitlopen, die kan wat langer, wat korter zijn, dat we daar een cyclusbodem moeten maken en dat we uiteraard nog in die dalingsfase terecht moeten komen. Nou, dat is zeg maar het, ik noem het maar even het baseline scenario. Maar dat scenario, ja, dat is heel breed. Want je kunt een top hebben, en ik laat jullie dat even zien hier aan de rechter grafiek. Dan pak ik hier even die 40-weeks cyclus erbij. Kijk, dit was de voorgaande cyclus hier. Deze. Ik teken hem even wat dikker in. Dus we hadden hier een cyclus, zo, en we hadden hier een cyclus. En die laatste cyclus, hè, dat was ook die zeg maar van hier naar daar, dat was zeg maar ook die 40-week cyclus. Oftewel, dat zijn 20 bars van, elke bar is 2 weken. Nou, dat zie je hier, dat zijn 10 beursdagen, dat zijn dus 2 weken. Nou, en wat zien we hier? Dat die top in de cyclus... Kijk, die kwam ook hier vrij laat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 op de 13e bar kwam die top. En vervolgens gaat het in 3 bars eigenlijk naar beneden. En nu zitten we zeg maar in bar nummertje 15. En uitgaande van een gemiddelde lengte van 19 à 20 betekent dat de top zeg maar
uitgaande van het gemiddelde dichtbij is. Alleen, je ziet ook hier, het zou bij wijze van spreken volgende week al kunnen dalen, maar het kan ook bijvoorbeeld 2 bars, dus 4 weken eerst nog omhoog gaan, tot bijvoorbeeld na de verkiezingen, en dan pas naar beneden. Ergo, alleen de cyclus zelf is te onnauwkeur. En dat zie je ook bijvoorbeeld bij deze cyclus. Hier hadden we dit is een vrij boelencyclus. Hier komt de top 1 week voor de bodem. Zie je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bars is de cyclus. Op nummer 15 komt eigenlijk de top en een week later of 2 weken later komt de bodem. Nou, dus zelfs dat scenario zou in principe mogelijk zijn. Met andere woorden, de cyclustheorie als stand-alone methodiek is niet geschikt om op te handelen, want we hebben feitelijk te veel verschillende uitkomsten. En hoe komt dat? Omdat de cyclus bestaat. Kijk, je ziet het, ik kan hem tekenen. Je kunt die bodems vinden en je vindt daartussen inderdaad een bepaalde interval met een gemiddelde lengte van 20 bars. Alleen de top is te flexibel. Dus soms is de top vroeg, soms is de top laat. Dus je hebt sterke cycli, je hebt zwakke cycli, je hebt gemiddelde cycli. En dat is dus heel iets anders dan dit, hè? Een perfecte sinuscurve. Dus als we een cyclus zouden hebben die lijkt op een perfecte sinuscurve, ja, dan kunnen we precies kijken, oh, we zitten nu hier, dus nou moet de top komen, en dan zitten we over zoveel bars, moeten we bij de bodem komen, et cetera, et cetera. Nou, dat gaat hier dus niet. Dus de cyclus is een soort handvat, een handig handvat, wat we mogelijk in de komende weken kunnen verwachten. En het geeft voor mij bijvoorbeeld aan, als ik op 3/4 van de cyclus zit, dat de kansen omhoog, gemiddeld genomen, en de kracht die daaruit voortvloeit, gewoon veel kleiner is dan als we aan het begin van een cyclus zijn. Kijk, dit is het begin van een cyclus. Het begin van een cyclus gaat altijd harder omhoog dan als je tegen het einde aan zit. Tegen het einde zie je altijd een soort hier topvorming. Dus hier zie je ook een soort trading range. Zie je? Nou, dus die cyclus zelf is als standalone methode niet geschikt. Het is dus eigenlijk een ondersteunende methode. En uitgaande van die cyclus is het beeld feitelijk nu dat we langzaam in die overgangsfase zitten van stijgende fase naar topvorming en dalende fase. En om nou die omslagpunten te bepalen van, ik noem het even van fase 2 naar 3. Kijk, want dit is zeg maar, dit is fase 1, dus die stijging. Fase 2 is de topvorming. Fase 3 is de daling. En fase 4 is vervolgens weer de bodemvorming van de nieuwe cyclus. Om die omslagfases van de ene naar de andere fase te bepalen, om die omslag, dat omslag van die fase te bepalen, daarvoor gebruiken we die price action. En price action is feitelijk hoe kan ik aan de hand van de naakte chart, dus alleen die candles, eventueel met gebruik van 1 of 2 voortschrijdende gemiddelden, maar zonder dus hier die indicatoren, hoe kan ik aan de hand van die chart een redelijk goede en betrouwbare inschatting maken voor de korte termijn, hoe de krachtenverhoudingen liggen. Dus of de kopers of de verkopers dominant zijn en waar ook, en dat is heel belangrijk, belangrijke referentieniveaus zijn. Dus waar zeg maar niveaus zijn waar je verwacht dat de andere partij capituleert. Om je even een idee te geven, kijk eens even naar deze bar. Deze grote, we noemen dat een bear elephant bar, dat is de grootste bearish solide rode bar van de laatste 20 bars. En kijk even wat die bar doet. Die bar veegt al deze candles in 1 keer weg. Nou, dat betekent dus dat iedereen die in die afgelopen 2 maanden, zeg maar,
en longpositie heeft ingenomen, ongeacht of die hier ligt, of daar ligt, of daar, die staat op verlies. Nou, marktpartijen raken in de stress als zij op verlies staan. Dat is niet alleen bij jou en bij mij het geval, dat is ook bij professionele partijen het geval. En wat gebeurt er als je onder druk staat en als je in de min staat, dan ga je op een bepaald moment jouw positie liquideren. Die liquidatie van longpositie leidt tot meer verkopen en als iedereen wil liquideren, dan leidt dat uiteindelijk tot een verdergaande daling. En de ene keer is dat heel fel, de andere keer is dat maar heel mild. En dat heeft natuurlijk ook met de fundamentals te maken. Maar het gaat er dus feitelijk om dat je in de chart probeert te zien waar de dominantie ligt en wat er relevante niveaus zijn waarvan je verwacht dat marktpartijen daar zullen gaan capituleren. Dat als je weet dat dat niveau wordt gebroken, dat je waarschijnlijk dat je een redelijk goede inschatting kunt maken dat de beurs dan verder naar beneden of verder naar boven gaat. Is dat helemaal 100% betrouwbaar? Nee, natuurlijk niet. Het is een inschatting. En je moet die inschatting regelmatig wisselen. Maar het is het beste wat er is. Want, en daar kom ik even ook op onzekerheid. De wet, ik had een tweet gelezen. Ja, mooie analyse, maar je kwam nogal onzeker over. Nou, dat is niet waar. Ik kwam niet deze keer onzeker over. Ik ben elke keer onzeker over een analyse. En dat is maar goed ook, want du moment dat ik zeker ben van een uitkomst, dan gaat het gewoon fout. Dat is een zekerheid die ik kan melden. Kijk, de uitkomst van de beurs volgende week of die week daarna of de maand later, niemand weet het. Niemand kan de beurs voorspellen. Ik zei wel eens met een dat op de kermis kunnen ze proberen te voorspellen in zo'n waarzeggerstentje. Maar wij als traders kunnen dat niet en we moeten het ook niet proberen. Dus niemand kan de beurs voorspellen. Ergo, de uitkomst is altijd onzeker. Maar dat is het probleem niet. Het gaat erom dat je als trader dus wel zeker bent van je procedure. Dus dat je een procedure naleeft die reproduceerbaar is. Dus je maakt een analyse die bij mij bijvoorbeeld bestaat uit combinatie cyclus en price action. Maar er zijn natuurlijk meerdere methodes. En die analyse die is reproduceerbaar. Dus die is gebaseerd op bepaalde redelijk objectieve aannames, methodes. En je weet dan ook bij welke punten in de markt die analyse niet correct is en die analyse moet bijsturen, zodat je eigenlijk continu met de markt meegaat. Want het ergste wat er kan gebeuren, en wat helaas heel veel traders doen, is dat ze analyse maken. Die analyse kan misschien op dat moment op basis van de informatie ook correct zijn, maar vervolgens gaat de markt iets anders doen. Hè? Waarom? Dat is niet eens relevant. De markt beweegt de andere kant op. Maar de trader blijft bij zijn of haar analyse en verhardt eigenlijk zijn of haar standpunten daarin en dan gaat het dus fout. Dus is dus niet bereid of niet flexibel genoeg om te draaien, want het gelijk krijgen lijkt soms belangrijker dan geld te verdienen. Nou, laat ik je één ding vertellen. Natuurlijk is het altijd leuk voor je ego als je zegt de beurs gaat omhoog en het gaat omhoog of de beurs gaat omlaag en de beurs gaat inderdaad omlaag. Tuurlijk, ik ben de laatste die dat ontkent. Alleen dat is uiteindelijk natuurlijk niet het doel van deze bezigheid. Het doel van traden is om geld te verdienen. En ik zit liever 50% goed en 50% fout, maar die 50% fout die kap ik op tijd af en die 50% goed, die melk ik uit met money management, met goed risk management. En aan het einde van de streep hou je geld over. En dat is dus wat wij noemen de edge. Heb je dus ergens een bepaald voordeel in de markt? En dat voordeel kan bestaan uit twee elementen. De zogenaamde hit ratio, dus hoeveel procent van de gevallen zit je goed of fout. En de zogenaamde risk reward ratio, dus als ik goed zit, hoeveel euro verdien ik dan?
En als ik fout zit, hoeveel euro verlies ik dan? En dan maak je een ratio. En bijvoorbeeld als je een hitratio hebt van 60-40, dus je zit 60% goed van de trades en 40% fout, en je hebt een RR van 1, dus zeg maar elke winstgevende trade levert gemiddeld 1 euro op, of 100 of 1000 of wat dan ook, en elke verliesgevende trade levert 1 euro op. Dan ga je per saldo, ga je deze zogenaamde equity curve krijgen, vermogensontwikkeling. Dus 60-40 en 1-1 levert al deze ontwikkeling op. Met andere woorden, je hoeft niet continu goed te zitten. Waar het om gaat is bij het traden, en daar probeer ik al jaren in die vlog ook aandacht om te vragen, is dat je reproduceerbaar gaat handelen. Dus dat je A, je analyse maakt, dat je die op een reproduceerbare manier doet en dat je ook weet wanneer is mijn hoofdscenario, zeg maar, wanneer is dat niet meer correct en wanneer moet ik omschakelen naar een ander scenario. En dat je die flexibiliteit, dat je die jezelf aanleert. Ja, dus dat is uiteindelijk waar het gaat in het tradingverhaal. En dat is dus wat ik ook noemde het nadeel of het probleem van de cyclus. De cyclus is geen sinuscurve in de praktijk, maar er zijn dus cycles, zoals je hier kunt zien. Alleen waar precies de top is, dat weten we niet. Soms is dat vroeg, soms is dat halverwege, soms is dat laat. Soms is de daling zeer scherp en andere keer is de daling heel erg mild. Dus we weten dat er een soort raamwerk is, een soort rode draad, maar ja, die is vrij flexibel. En dat proberen we dus met price action in te vullen. En vandaar dat ik ook herhaaldelijk heb gezegd, en ik blijf dat graag herhalen, zolang wij de kritieke niveaus in de markt niet hebben gebroken, is de weg van de minste weerstand opwaarts. Dus dan kan de basisanalyse, het hoofdscenario, kan dus per definitie bearish zijn. Met andere woorden, we zitten nu op driekwart van de cyclus. Wij verwachten dus conform die cyclus nog een daling. En of die daling fel zal zijn of niet, dat moeten we dan uiteraard ter plaatse bekijken. Gezien de kracht van deze cyclus verwacht ik niet dat wij helemaal naar de low gaan. Ik verwacht eerder een daling van zeg maar 1/3 tot maximaal de helft ervan. Maar dat moeten we dus invullen met price action en daarvoor hebben we dus die kritieke niveaus nodig. Nou, daar gaan we eens even naar kijken, naar die kritieke niveaus. En dat zien we hier links, want de Dow is deze week per saldo ja, ongeveer gelijk gebleven. Dus er is wat dat betreft niet zo heel veel gebeurd. Maar ik laat jullie even hier dat kritieke niveau zien, waar je dus hier nu gewoon op moet letten. Kijk, en dat kritieke niveau, dat ligt dus hier op 28.000. Waarom ligt het op 28.000? Kijk even mee naar deze swing high. Dus we gaan hier naar beneden. We zetten een lagere top neer en zetten dan de low neer. En vervolgen die opwaartse trend. Dit noemen we ook een A, B, CD correctie. Oftewel, dit is een complexe correctie. We hebben dus twee soorten correcties. We hebben dus enkelvoudige, dat zie je hier. Dus één beweging naar beneden, omhoog. En dan hebben we complexe correcties. Terwijl de hele uptrend nog steeds intact is, hè? Dus kijk even in de daggrafiek, als ik hem even comprimeer. Kijk, die hele uptrend is nog intact. En binnen die uptrend hebben we dus hier die enkelvoudige correcties en we hebben complexe correcties. En het probleem van complexe correcties is dat ze op de hele korte termijn topvorming kunnen aangeven. Want je denkt, oh kijk, we hebben hier een lagere top. Dus die trend is gebroken en er zijn, en dat las ik ook hier inderdaad, kijk, ze zeggen, oh kijk eens hier, we hebben een mooie hoofd- en schouderpatroon. Dus we hebben dat hier gebroken en we gaan nu gewoon die kant op. Nou, ik ben niet zo van die patronen, maar dat krijg je dus, dat soort verwarring op het moment dat je complexe correcties hebt. Nou,
Daarom moet je ook altijd goed kijken wanneer is een bepaald patroon ongeldig. Nou. Maar even terug naar het kritieke niveau. We hebben dus hier op 28.000 het kritieke niveau. We hadden hier namelijk die swing high. Dus dit was allemaal weerstand. Vervolgens zien we dat we hier met deze bar dat nog een keer testen. En dat we met deze sterke bar, dit is een clearing bull elephant bar. Want die bar neemt alles wat hier links daarvan ligt, neemt hij in één keer uit. Wordt dat niveau gebroken. Dus dit is het kritieke niveau waar je het sterke vermoeden hebt dat als de beurs daar, als de koers daaronder komt, dat grotere marktpartijen zullen capituleren en dat dat een grotere daling zal inleiden. En kijk wat er dus deze week gebeurde. Dit is dus het niveau. 28.000 en kijk waar de low van deze week was, exact op het niveau. Nou, is dat toevallig? Nou, mijn inziens niet. Marktpartijen kijken naar dat soort kritieke niveaus en gaan daar dus ook kopen. En op het moment, stel de koers zou daaronder zijn gekomen, dan had je zeer waarschijnlijk een wat grotere beweging naar beneden gekregen. Dus voor mijn invulling van het scenario dat ik baseer op basis van die cyclus, gebruik dus die price action. En die price action maakt dus onder andere gebruik van die kritieke niveaus. En dat betekent dus nu concreet, als je hier naar de dagcyclus kijkt, die we hier nu hebben. Het lijkt erop dat we nog wat neerwaartse ruimte hebben. Dus het zal me niet verbazen dat wij per saldo nog wat naar beneden kunnen. Maar goed, dat hoeft niet, want dit is op zich een bullish event. Het kan ook zijn dat we die low nog een keer bijna gaan testen. Maar kritiek is hier gewoon dit niveau. Dus onder 28.000 en dan echt op dagslotniveau. Dus je wilt een slot eronder. En vervolgens wil je dan de bar daarna dat je minimaal een aantal uren daaronder handelt. Dan wordt zeg maar die bar, die wordt dan bevestigd. Dit is voor mij eigenlijk het niveau waar ik ervan uitga dat dat we serieus die topvorming gaan krijgen. Nou, en zolang we daar dus boven zitten, is de weg voor mij nog steeds opwaarts. En zou het mij niet verbazen, en ik heb het daar met die trader ook over gehad, maar dat is puur een algehele, ja, wat meer fundamentele invulling. Het zou mij zelfs niet verbazen als de beurs voor die echte cycle top, die we nog niet bevestigd hebben, dat we zelfs nog een kans hebben op een zogenaamde melt-up. Want je ziet hier rechts in die lange grafiek, we zitten vlak tegen die voorgaande all-time high. Kijk, het zou zomaar kunnen dat wij nog zelfs 10% omhoog kunnen gaan. Nou, waarom zeg ik dat? Onder welke omstandigheden zou dat kunnen? Je hebt misschien het nieuws gevolgd. In Amerika zijn ze bezig met een nieuw stimuleringsprogramma. En dat programma dat zou een waarde hebben van minimaal 2 triljoen dollar. Nou, dat zijn een heleboel nullen. Op dit moment is er nog geen overeenkomst. Maar die overeenkomst die gaat er uiteindelijk komen. De vraag is dan, is dat voor of na de verkiezingen? Maar als je dus weet dat de markt nu puur wordt gedragen door liquiditeit. Liquiditeit die de centrale bank, de Fed, heeft gecreëerd. En je weet ook dat er een 100% correlatie is tussen die extra liquiditeit en bijvoorbeeld de S&P. Dus je ziet in sommige weken, dan neemt de liquiditeit af. S&P daalt. Op het moment dat de liquiditeit toeneemt, dan stijgt de beurs weer. Dus de beurs is nu volledig liquiditeitsgedreven. Dus er zit geen directe correlatie tussen de stand van de economie, maar het is pure liquiditeit. Want die liquide middelen moeten belegd worden en die worden belegd in 2 assets, aandelen en obligaties. Nou, kijk, als je dat weet en er zou inderdaad een stimuleringsprogramma nu akkoord worden gegeven, nou, wat denk je wat de beurs daar gaat doen, die beurs gaat helemaal door het dak. En dat kan dan misschien maar tijdelijk zijn, 1, 2, 3%,
één of twee of drie weken. En dat je dan inderdaad een grote sell-off krijgt, omdat er en masse winst wordt genomen. En dan krijg je dus bijvoorbeeld die bodem van die 40-week-cyclus en dan weer een nieuwe beweging omhoog. Vandaar dat er zijn zoveel scenario's om dat in te vullen. We kunnen daar niet op handelen. Maar dat geef ik dus even aan qua price action. Kunnen we daar wel wat mee? Want zolang we feitelijk door de markt de bevestiging hebben dat het kritieke niveau hier rond 28.000, dat niet wordt gebroken en de kopers eigenlijk nog steeds domineren, moeten we rekening houden met de eventualiteit dat de beurs gewoon verder stijgt. En zijn dus concreet short posities, tenzij je die inneemt voor een echt een korte termijn, maar dan moet je dus echt heel kort op de bal spelen, zijn short posities dus levensgevaarlijk. Nou, want bedenk ook, want die discussie had ik ook met die trader. Hij vroeg, ga je ervan uit dat we die low nog niet mag gaan testen? En toen zei ik, nou, dat gaat volgens mij niet gebeuren, want stel dat de beurs in november, als die cyclus getopt is, 10, 15, 20% gaat dalen. Ik weet niet hoeveel, maar we gaan dat zien. Wat denk je wat de Fed dan gaat doen? De Fed gaat alle registers opentrekken om de beurs te steunen. Ze doen dat nu al als de beurs 2, 3 dagen daalt. Wat denk je als de beurs een week daalt of 2 weken? Dan gaan ze uiteindelijk misschien zelfs over tot niet alleen het kopen van obligaties en bedrijfsobligaties, maar zelfs het kopen van aandelen. Dus de Fed zal alles doen om Wall Street te steunen. Dat wil niet zeggen dat de beurs niet kan dalen. Wil ook niet zeggen dat de beurs niet fel kan dalen. Want we hebben daar ook al over gesproken. Dat passieve beleggen, er is heel veel zit in die ETF's. Die ETF's zitten weer massaal in Apple en Microsoft, noem maar op. En als iedereen door diezelfde deur naar buiten wil, dan heb je gewoon een liquiditeitsprobleem. Dat er op dat moment niet genoeg kopers zijn. Dus je kunt dan van die flash crash-achtige beweging krijgen, die wij natuurlijk hier ook al zagen. En hier zagen we al een heel mooi voorproefje van wat er gebeurt met de beurs als er onvoldoende liquiditeit aanwezig is om te kopen. En dat zou zich zomaar in november weer kunnen herhalen. Maar het belangrijkste is denk ik nu om te onthouden, is dat je die referentieniveaus, die natuurlijk ook doorlopend verschuiven, dat je die goed in de gaten moet houden. En voor de Dow ligt dat niveau op dit moment eigenlijk onder de loop van donderdag om die 28.000. Dus zolang we daar eigenlijk boven blijven, nou, is de weg van de minste weerstand in principe omhoog. Kunnen we ook hier een trading range zetten. Dat kan allemaal onder dat niveau. Kijk, dan begin ik echt bearish te worden. En dan zou het heel goed zijn dat die twee toppen hier, dat inderdaad de twee toppen zijn die dan zeg maar de grotere correctie inleiden. Dus zolang we daarboven zitten niet, we moeten dus echt zien dat we daaronder komen. Nou, duidelijker dan dat kan ik het nu echt niet maken. Volgens mij is daar ook geen twijfel over mogelijk dat niveau er is. Want je ziet hier heel duidelijk, die 28.000 werd precies gekocht. Dus dat is het niveau voor de Dow dat ik voor de komende week in ieder geval weer in de gaten ga houden. Goed, dan gaan we naar de Nasdaq. Die Nasdaq, die schoot maandag als een duvel uit het doosje. Kijk, 4% in de plus. Eigenlijk aangevoerd door Amazon en Apple, want die waren allebei zo'n beetje 6-7% hoger. Bij Apple was dat als gevolg van bespreking van de iPhone 12. Ik geloof dat was dinsdag of woensdag. En daar namen beleggers al een aardig voorschot op. En wat blijkt dan vervolgens, die telefoon is $50 goedkoper. Maar ze laten de oplaadstekker en de koptelefoon weg. Of die earplugs, die laten ze weg. Dus de markt was uiteindelijk toch een beetje teleurgesteld. En je ziet dat de Nasdaq per saldo wel iets hoger ging, maar dat wij de winsten eigenlijk niet konden vasthouden. Nou, en laten we ook eens hier proberen
in de Nasdaq nu, op de korte en de lange termijn, die niveaus te vinden. Dus ik zet hier op de lange termijn even die weekchart. Dus waar zit hier nou het niveau, het belangrijke, of waar zit hier nou belangrijke niveaus, kritieke niveaus? Nou, je ziet in ieder geval eentje rond die 10.800. Dus dat is deze swing low. Want stel nou, we zouden hier onder gaan, dan ligt eigenlijk als volgende koerstoel ligt hier 9.600. Dus dat is eigenlijk al één niveau. Nou, wat is dan nog een tweede niveau? Het tweede niveau is vaak onder een belangrijke bar. Dus een grote bar. Nou, we zien hier in de week zien we de low van deze bar. Dus dit is een flinke groene bar. Die gaf eigenlijk aan, dat is zeg maar deze beweging onder meer. Toen gingen we zeg maar boven deze zone. En dat niveau, de onderkant daarvan, ligt hier rond de 11.200 ongeveer. Dus we hebben hier zeg maar 11.200, we hebben 10.800. En dan hebben we vervolgens in de dagchart nog een interessant niveau, een belangrijk niveau. Dat is die 11.600 hier. Kijk, want hier hadden we een top, hier hadden we een top, hier zagen we een top. En hier ging vervolgens, dat was die vrijdag, ging de beurs er doorheen. Dus als je zegt, nou, welke van die is nou het belangrijkste? Dan zou ik zeggen, je moet altijd kijken naar een niveau dat door de markt mogelijk al vaker is getest. Dan vind ik in eerste instantie hier, in allereerste instantie, dit is een redelijk belangrijk niveau, de onderkant eigenlijk van afgelopen week. Dus van deze grote bar, dat is een potentie, dus steun. Dat ligt dus zo'n beetje rond 11.700 zo'n beetje. Maar het belangrijkste is op dit moment die 11.600. Dus zolang we daarboven blijven, 11.600, kijk, is de weg eigenlijk nog niet omlaag. Kijk, het kan ook hier zijn dat we zelfs nog een nieuwe high maken en dat we bijvoorbeeld terugvallen of dat we dan een trading range uitzetten. Maar die 11.600 is voor mij nu op de korte termijn, dus voor de komende week, de komende 2 weken, het meest belangrijke niveau. Zolang we daarboven blijven, is het eigenlijk idee kopen op zwakte, waarbij die 11.600 een zeer interessant niveau is. Daar wordt echt gestreden door de partijen. Op het moment dat we hier echt onder gaan komen, zoals ik zei, dus met een slot en dan de dag daarna echt ook onderhandelen een aantal uren. Ja, kijk, dan ligt die weg richting die 11.800 open. En op het moment dat die breekt, dus als ik die 11.000, die teken ik hier even in, stel we komen hieronder, dan is de weg richting 10.008 en hieronder is de weg richting 9.600 open. Dus je hebt hier eigenlijk een hele duidelijke route klaar. We hebben de cyclus die in principe nu op 3/4 zit. Maar topvorming hebben we nog niet overtuigend gezien. Als die niveaus 11.6, 10.8 en als die twee worden gebroken, dan kunnen we echt richting de 9.600. En dat is voor mij, dat zou een ideaal niveau zijn waar we bijvoorbeeld eind november, midden december staan als die grote cyclus zou gaan bodemen. Dus dat hou ik in de gaten. Dus concreet, als we daar boven zitten, dan is er voor de shorts nog eigenlijk niet zo heel veel te zoeken. Nogmaals, tenzij je dit speelt op de hele korte termijn. Kijk, dit is ook een daling van 400 punten. Alleen die kun je niet in de daggrafiek pakken. Die moet je inmiddels als daytrader pakken. Maar dat is een hele andere bezigheid. Dat hoort niet in deze vlog thuis. Dus voor swingtraders is die 11.600 in Nasdaq feitelijk nu het meest belangrijke niveau. Goed, dan gaan we naar de Russell. Die Russell, we zien dus, en dat zagen we dus ook deze week weer, we zien dus dat er rotatie is vanuit zeg maar de tech,
in small cap fondsen. En op zich is dat ook nog wel bullish, want dat betekent risk is on. Hè? Eerst waren het de grote tech fondsen en nu gaat het in de kleinere, wat meer cyclische fondsen. Dus op zich is dat een nog steeds een bullish teken, want er wordt dus gewoon geld belegd in small caps. Nou, wat is dan hier het kritieke verhaal? Allereerst, we kijken heel even hier ook naar de lange cyclus. Waarvan we dus ervan uitgaan, kijk zoals hier, dat die, dus dit is cyclus 1, dit is cyclus 2, ze zitten hem in deze cyclus, dat we hier mogelijk zeg maar medio november, eind november, medio december, hangt dus van de lengte af dat we daar ergens een bodem kunnen gaan vinden. We zien dus hier uiteraard nog geen topvorming. Sterker nog, de Russell, als we naar de week kijken, was per saldo eigenlijk, moet ik anders zeggen, was per saldo een beetje onveranderd, maar we zien in de week, kijk, dit is wel dat we nog steeds boven dit kritieke niveau staan. Dus als je zegt, wat is hier het meest kritieke niveau? Nou, dat zien we in de week, in de dag terug. Kijk, dat is die 11, of die 1600 hier. Dat is deze swing high. He, dat is dus, dat zie je dus hier. En we zijn daar dus doorheen gebroken. En wat zagen we dus donderdag? Kijk eens hier. Exact de low op dat punt. En daar werd dus volop gekocht. 2% hoger die dag. Of die avond. Nou, is dat toeval? Nee, dat is geen toeval. Dit soort niveaus zie je elke keer weer terug. Je ziet dus dat marktpartijen, maar dat zijn ook computerprogramma's, hè, algoritmes, dat die dat soort niveaus in de gaten houden en dat daar gewoon kooporders in de markt komen. Maar dat betekent ook dat op het moment dat je eronder komt, dat die kooporders natuurlijk zich gaan omdraaien. Nou, dus hier geldt ook weer, zolang we eigenlijk hierboven blijven, want het lijkt erop dat we nog wat ruimte hebben naar beneden, zolang we hier nog wat boven blijven en we breken niet echt onder die 1600, is dit in principe nog steeds mogelijk. Het zou dus in principe nog kunnen zijn dat die Russell, zolang we boven 1600 blijven, zelfs die 1700 nog een keer test. En dat we dan bijvoorbeeld pas naar beneden gaan. Maar dat zijn zoveel invullingen, zoveel scenario's. Ja, daar kun je dus niet mee handelen, want je kunt zomaar 3, 4, 5 varianten bedenken hoe de koers gaat lopen. Dat heeft dus geen nut, vandaar dat we gewoon die price action volgen. En dat we dus stellen, we zitten nu op driekwart van de cyclus. Dus op een bepaald moment moet het omslagpunt van fase 2 naar fase 3 komen. Van topvorming naar daling. En daarvoor houden we dus die kritieke niveaus in de gaten. En zolang we dus eigenlijk boven die 1600 zitten, ben ik niet uitermate bearish. Is het scenario wel bearish, maar de invulling daarvan nog niet. Zo moet je het eigenlijk gewoon zien. Onder 1600, dan is het volgende niveau, ligt dus hier. Dus ik teken het even op. 1600, dat is niveau 1. En dan ligt het volgende, ligt zeg maar rond die 1450. Dus dat is deze swing low. Dus stel die zou ook worden gebroken, dan ligt het volgende op 1350. En dan ligt daarna het volgende rond 1250. Nou, dat laatste lijkt me erg ver. Maar ik denk dat er uiteindelijk misschien ruimte is naar 1450, misschien 1350. Dat zou zomaar kunnen. Misschien dus nadat we eerst een beweging omhoog hebben gehad. Maar het gaat er nu dus om dat je dus die niveaus heel goed in de gaten houdt. En dat we dus ook hier onderkennen dat er afgelopen week er geen verkoopsignaal is geweest. Ja, de beurs is eventjes gedaald. Maar er zijn geen kritieken, marktkritische niveaus gebroken. En dat is dus een groot verschil. Kijk, we zien hier ook allemaal correcties. Kleine correcties. Maar sommige correcties zijn belangrijker dan andere. Kijk, neem dit bijvoorbeeld hier. Hier zien we een beweging omhoog, een test en een nieuwe beweging omhoog. En die faalt om deze top te evenaren. Nou, dan is het kritieke niveau, is dus dit niveau hier. En dit wordt hier gebroken. En dit wordt hier vervolgens
getest en met die Bear 180 afgewezen. Dus dit hier, dit is het moment waar je dan short gaat hieronder met als koersdoel een nieuwe low. Nou, dit is hoe je gaat traden. Hier, deze daling is vooralsnog niet schokkend. Pas op het moment dat we zeg maar nu onder dat niveau gaan, dan wordt het dus interessant. Dus niet elke daling van 2 of 3 bars is een daling die een top markeert. Sommige dalingen zijn normale correcties, want kijk, de beurs is hier flink opgelopen. Moet uiteraard even corrigeren. En je moet dus goed onderscheid maken tussen normale correcties en kritieke correcties. Of correcties onder kritieke niveaus. Goed, dan gaan we naar de fix. Die is per saldo wat opgelopen. En wat mij overigens verbaast is dat de beurzen zitten tegen de all-time highs aan. Maar de fix is per saldo wel een stuk hoger dan, eigenlijk dubbele, dan waar die was toen de beurzen ook tegen all-time highs aankeken. Ergo, er zit toch wel ergens een soort onderhuidse onrust in de markt. Mogelijk natuurlijk door die presidentsverkiezingen die we over 2 weken hebben. Maar ik gaf het al aan, zolang we eigenlijk een beetje heen en weer zitten, we moeten gewoon uit die range breken. Kijk, je kunt zeggen, het positief voor de fix is dat aan de onderkant zie je dat die accu weer opveert. Dus kritiek niveau hè, rond 25, kritiek niveau aan de bovenkant rond de 30. Zitten we daartussen, ja, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Op het moment dat we hier uitbreken, ja, dan kan eventjes de boel in vuur en vlam staan. En dan kun je inderdaad ook zo weer richting die 40, richting die 45 gaan. Maar goed, dat is op het moment dat we het zien, dan kunnen we daarop gaan handelen. Wat mij alleen even fundamenteel opvalt, is dat de fix structureel nu op een hoger niveau zit, terwijl de beurzen op all-time highs aan zitten. In vergelijking met zeg maar, de periode daarvoor. En dat geeft wel aan dat beleggers er natuurlijk niet helemaal opgerust zijn. Goed. Naar de DAX. Ook hier weer even kijken naar de lange cyclus. Nog even die 40-weekse. Kijk, die 40-weekse die lijkt dus nog ruimte te hebben. Zie je? Je ziet hier ook. Dit is fase 1, dit is fase 2. Fase 2 is dus de topvormingsfase. Is vaak een soort trading range. Maar we hebben dus in die fase nu de overgang nodig naar fase 3. De fase waar de koersen echt gaan dalen. En daarvoor hebben we dus kritieke niveaus nodig die worden gebroken. Bij de DAX zagen we deze week als enige beurs dat een korte termijn kritiek niveau werd gebroken. En dat was dus dit niveau hier. Rond 12.800, moet ik even kijken, waren twee niveaus op 12.800 en een heel meer voor daytraders op 13.000. En kijk even hier goed, om het jullie goed uit te leggen, ik maak het even wat groter, zo. Kijk, wat is er nou deze week, wat is er nou gebeurd? Wij zetten hier een swing high neer. Vervolgens breek je er hier doorheen. En gaan we verder omhoog. Nou, dan is natuurlijk dit niveau hier, die 12.800 ongeveer, dat is het niveau eigenlijk dat, dat belangrijk is. Vergelijkbaar met 11.600 in de Nasdaq, 1.600 in de Russell, 28.000 in de Dow. Nou, de DAX is de enige. Kijk, waar we dus doorheen gingen. En je zag op het moment dat het er doorheen ging, gaat het ook meteen behoorlijk hard. Kijk, dit is een daling van zo'n beetje 300 punten. En zag je het al een beetje aankomen? Ja, want kijk eens naar deze bar. Deze rode bar neemt feitelijk dit hier in één keer uit. Dus iedereen die hier in de dagen daarvoor longposities heeft ingenomen, ervan uitgaande dat we mogelijk die kant op gaan, hè, richting de vorige toppen, die staat hier gewoon in de min. Nou,
En je zag je ook besloten hieronder. En de dag daarna, en ik maak het nog even iets groter, dan dat je het nog beter ziet. Want dit is dus hoe price action werkt. Dus dit is zeg maar het eerste kritieke niveau, maar dat is puur voor de korte termijn. Want we hebben dus kritieke niveaus voor de korte termijn, voor de wat langere termijn, voor de hele lange termijn. Kijk, hier sluiten we daaronder. En hier zien we, de dag daarna probeert de beurs nog even terug te komen. Maar in de loop van de ochtend komen we er weer onder. Dus je ziet dat partijen die pullback gebruiken om longposities te sluiten of om echt short te gaan. Omdat dus hier een heleboel partijen gewoon in verlies staan. En wat doe je op het moment dat de beurs nog even een pullback komt en je kunt je verlies verkleinen, dan ga je je positie sluiten. Het sluiten van een positie leidt uiteindelijk weer tot nieuwe verkooporders. En dat zag je dus hier. En een kritieke moment was dan vervolgens die donderdag, toen we in deze bar, dus dat is de bar van donderdag, onder de lows van de 2 dagen ervoor handelen. Die zitten op hetzelfde niveau. En toen we daar een uur tussen 8 en 9 onder bleven. En zeg maar kort na 9 uur, dat was het moment waar je de echte sell-off had. Hier. Nou, dus dit is nu het. Nou, even netjes tekenen. Dit is nu het. Op de hele korte termijn het kritieke niveau. Wil dat zeggen dat we er hier niet meer bovenuit komen? Tuurlijk, kritieke niveaus komen en kritieke niveaus gaan. Als dat niet zo was, dan zou je altijd dezelfde niveaus hebben. Dus dat moet je ook in de gaten houden. Wanneer is een niveau wat relevant is voor bepaalde marktpartijen niet meer langer relevant? Waarom is het niet langer relevant? Omdat de actie die het uit, ja, zeg maar, die het tot, zeg maar, uitlokt, de actie die het uitlokt, of de actie die het teweeg brengt, die is vervolgens geweest. En op een moment is een niveau natuurlijk niet meer relevant, omdat daar alle marktpartijen die het toe doen, die hebben daar ja, hun posities bijvoorbeeld al ingenomen of afgedekt of geliquideerd. Dus het wil niet zeggen dat we hier niet boven komen, maar relevant zal nu zijn of we dit niveau hier kunnen verdedigen. Dus als je ziet dat we bijvoorbeeld maandag hier weer afketsen, rond dat niveau, dan zou het heel goed zijn dat wij dus in de loop van de week deze kant op gaan. Op het moment dat we er weer boven komen, dan kunnen we die 12.800 even wegstrepen en dan moeten we voor de echte topvorming op zoek gaan naar een volgend niveau. Nou, waar is het volgende niveau? Dat kunnen we al zien. En dat zien we dus in de weekgrafiek. Want kijk, in de weekgrafiek zien wij feitelijk nu een soort trading range. Je ziet ook dat de bewegingen worden kleiner. En ik heb dat al vaker gezegd. Wij hebben een bepaalde cyclus tussen contractie en expansie. Bewegingen worden groot, kleiner, groot, kleiner. En kleiner worden de bewegingen, leiden weer grote bewegingen. Dus het zou kunnen zijn dat dit een voorloper is van dit. Of misschien zelfs eerst dit. Dat weten we niet. Dus wat is hier het kritieke niveau? Het kritieke niveau is de onderkant van deze grote solide bar. Want deze grote solide bar hier wordt nu gevolgd door een drietal inside bars die dus binnen de range zitten. En stel we gaan nu boven die high uitbreken, dan kun je inderdaad nog een test hebben van de all-time high. Op het moment dat we onder 12.400 komen, ook weer met genoemde definities, hè, wat is de uitbraak? Ja, dan kun je inderdaad vrij snel het volgende target halen rond die 11.600. Dus dat zijn eigenlijk niveaus, dus voor de hele korte termijn 12.800. Even kijken in hoeverre dat niveau nu nog relevant is. Maar dat zien we al heel gauw in de loop van maandag waarschijnlijk. En voor de wat langere termijn, voor die echte topvorming, zal het belangrijk zijn het niveau rond die 12.400. Goed, dan tenslotte het goud. Ook hier hadden we vorige keer die kritieke niveaus zeg maar aangegeven. Ik teken ze nog even in.
Dat was zeg maar niveau rond 1920 aan de onderkant. En toen gaf ik aan van luister, we hebben nu, dus we zien hier zeg maar een correctie in tijd en die breekt hier weg. Hè? Die breekt onder deze swing lows en die swing lows liggen rond die 1920. En let erop, als we het hebben over kritieke niveaus, dan hebben we het dus niet over een niveau op de cent nauwkeurig, we hebben het altijd over een zone. Want niet alle partijen kopen of verkopen op een bepaald niveau. Koop- en verkooporders worden ook gespreid in tijd. Dus je hebt niet één exact niveau, je hebt een bepaalde zone. En toen gaf ik ook aan, luister, we hebben nou deze bar hier. Ik zal het even iets groter maken voor jullie. Dus we hebben zeg maar deze zone en we hadden deze bar. En als we daar in de loop van maandag echt een aantal uren boven handelen, ja, dan moet je concluderen dat de beurs blijkbaar hier een soort false breakout heeft gedaan. En dat is ook iets waar we mee te maken hebben, dat kritieke niveaus worden gebroken. Het gaat even hard naar beneden, maar vervolgens zet het niet door. Ook dat is belangrijke marktinformatie. En dat betekent dus dat we bijvoorbeeld, als we zoiets zien, hier in eerste instantie bearish zijn. En stel dat we hier echt boven hadden gehandeld, dat we dan weer bullish moeten worden. En dat had ik ook vorige keer aangegeven. En dat is wat ik in de inleiding ook aangaf. Daar moet je flexibel genoeg zijn om jouw aanvankelijk scenario te doen draaien. En eventueel jouw positie met een klein verlies om te keren naar een longpositie. En dat is dan dat 60-40 verhaal. 60% winstgevend, 40% verliesgevend. Nou, maar wat gebeurde er dus? We hebben dus deze bar. Dit was zeg maar het niveau waar we even boven dat niveau uitkwamen. En die maandag gingen we daar dus niet boven handelen. Ja, even een 1 of 2 dollar, maar dat was een hele korte termijn. We gingen daar dus niet boven. En wat gebeurt er dus? Dinsdag sloten we dus onder. Dus vooralsnog kunnen we zeggen dat we hier een break hebben gehad van het kritieke 1920 niveau. We hebben nu een pullback gehad. 1 keer, 2 keer. En in beide gevallen is dat niveau eigenlijk, heeft dat niveau geleid tot nieuwe verkooporders. Nou, dus wat hebben we nu nodig voor een hervatting eigenlijk van de daling? Want we hebben nu zeg maar dit. We hebben nou de eerste dalingsgolf hier gehad. We hebben nou de pullback gehad. Voor een hervatting van de daling willen we eigenlijk idealiter dat we nu onder dat niveau komen. Onder het laagste niveau van afgelopen week. Zeg maar rond de, wat is het, rond de 1890 zo'n beetje. Dat we hieronder komen. Kijk, als dat het geval is, dan zie ik inderdaad vrij snel nieuw lows. En dan komt ons oorspronkelijke niveau rond die 1800 weer kijken. Dus het ziet er inderdaad nu uit dat het bearish scenario gewoon een vervolg krijgt, tenzij we dus boven dat niveau komen. Dus boven zeg maar dit niveau moeten we het bearish scenario herzien. Zolang we er eigenlijk onder blijven is het niveau 1860, 1800 zijn dat de niveaus. En als ik nu kon kiezen, ja, dan koos ik voor een bearish positie. Waarom? Omdat we hier 2 keer zijn afgeketst. Dus vooralsnog, de bewijzen liggen op tafel en de bewijzen geven duidelijk aan dat de verkopers op dit moment de overhand hebben. Maar nogmaals, boven 49 gaat dat draaien. Zolang we daaronder zitten, ja, ga je gewoon met de markt mee en ga je uiteraard opnieuw los. Daar ga je een deel van de posities altijd aan liquideren, ga je een stukje winst nemen. Dat is een stukje risk management, een stukje money management. Dat je op bepaalde winstniveaus je winsten veilig gaat stellen. Want je weet nooit waar de koers gaat keren. Omdat de beurs dus over een bepaalde dynamiek beschikt. En derhalve in essentie gewoon niet voorspelbaar is. Goed. Alles is weer uitgebreid besproken. Ik hoop dat ik ook
zeg maar, de achtergronden heb kunnen verklaren, hoe je gewoon naar die chart gaat kijken. En nogmaals, voor de diehards onder jullie die echt alleen maar kijken naar de uitkomst van is het goed of is het fout. Ik herhaal nogmaals, daar gaat het niet om. Dat is heel leuk voor je ego te strelen, maar dat is nou het minste waar je als trader mee bezig moet zijn. Het gaat uiteindelijk dat je erom dat je een reproduceerbare aanpak hebt en dat je die ook blijft doen. En dat je dus foute trades weet waar je die moet afkappen. Dus een fout scenario, dat je dus daarvoor die kritieke niveaus aanbrengt en dat je ook weet wanneer die kritieke niveaus niet langer kritiek zijn. Dat heb ik geprobeerd in deze vlog ook goed uit te leggen. We hebben die kritieke niveaus in de markt, per markt nu besproken en we gaan volgende week gewoon kijken wat eruit komt en of wij al dan niet die niveaus volgende week weer moeten bijstellen. Ik wens jullie alvast een fijn weekend nog toe en een fijne beursweek en we zien elkaar volgend weekend dan weer terug. Tot dan.